Eigenlijk is dit een hondenuitlaatveld. Een speelterrein voor honden die wij in de uitlaatservice hebben. En daarnaast is er een zorgcentrum die kunnen meegenieten van de honden die hier zijn. En de deal is ook dat wij met de honden naar de bewoners toe gaan. Elke dag weer, 7 dagen per week. En de bewoners die vinden het geweldig. Goed zo. Goed zo, Kiosje. Dan word je vrolijk. Vrolijk. Want je hebt een dipje thuis. Hè. Mijn vrouw is ernstig ziek. En dan, aan de honden, dan vergeet je alle de chores, de verdriet wat je hebt. Maar hier geniet je, dat komt niet. Wij hebben zelf al jaren honden, mevrouw en ik. Elke dag gingen we urenlang wandelen in de uiterwaarden, maar ik ben ziek geworden. Ik heb 7 jaar gekregen, dus ik kan er niet meer goed mee lopen. Dus we hebben een alternatief gezocht. En puur per ongeluk hebben we dit veld ontdekt. Er werd niks mee gedaan. En toen heb ik een plan gemaakt van, ja, als wij dat nou eens gaan inrichten als hondenuitlaatveld, als hondenspeelterrein. En dat heeft de Raad van Bestuur volledig geaccepteerd. Want het is een fantastische item om zo vlakbij bewoners met dementie, met ouderen met dementie, om dat zo vlakbij die bewoners te brengen. Wij zien dat de cliënten vrolijk worden, samen interactie hebben. En waar ik vooral heel erg blij van word, is de glimlach op het gezicht. Ja, Jackie heeft ook nog niks gehad. Dat is een lieve hond. Ja, hè? Nou. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, dringend op zoek naar vrijwilligers. We hebben een aantal vrijwilligers gekregen, fantastische mensen, een fantastisch team. Maar het is veel werk. En behalve dat er vrijwilligers nodig zijn voor op het veld zelf om aan te sturen, zijn er ook mensen nodig die met de honden naar de mensen, naar de bewoners van de zorginstelling toe gaan. Vrijwilligers voor dit prachtige project in Ewijk. Allemaal naar de Hondenheuvel. Voor meer informatie, geldelandhelpt.nl.